Goedendag beste kijkers en welkom op de finale van Miss Elegance. De jury heeft zojuist voor een nieuwe Miss gekozen en naast mij staat ze, Miss Elegance 2016, Kim. Kim, vertel me eens, je eerste gevoelens. Ik ben heel blij, dat is heel leuk. We waren eigenlijk een heel leuke groep en dan was het een beetje spannend afwachten. De actjes, daar had ik eigenlijk het meeste schrik voor. Want iedereen verwacht wel veel van u. Nu, dat is echt leuk. Dat is, nu, alle stress is weg en je voelt je heel goed. Dat is echt leuk. Je begint natuurlijk zelf over je act. Je hebt iets helemaal anders gedaan dan de andere kandidaten. Hoe ben je erop gekomen voor die act te kiezen? Eigenlijk vrij duidelijk. Ik heb altijd acrobatische gymnastiek gedaan in topsport van het Belgisch team. En ja, dat is wel iets anders, want normaal gezien moesten we piramides maken. Dat stond ik gewoon van onder. Maar nu moest ik het zelf doen, maar ik vind dat wel eens leuk om te doen. Er gaat nu natuurlijk een nieuw jaar in, een jaar als Miss Elegance. Heb je bepaalde verwachtingen? Ik had dat wel gehoord dat wij zo werden uitgenodigd voor verschillende defilés of zo te doen. Of uitnodiging van de sponsors bij bepaalde evenementen, dat we aan aanwezig moeten zijn. En misschien ook jurylid zijn in een of andere verkiezing, dat lijkt mij wel leuk. Oké, alvast heel veel succes als de nieuwe Miss Elegance. Geniet van je bloemetjes van Chris Papaert en hartelijk bedankt voor dit interview. Dank u wel. En u bent ook bedankt voor het kijken.